In het vijfdok van de muziekodroom in Hasselt kun je feesten en tegelijk het aantal decibels in de zaal in het oog houden. De vuiver wordt dus gewaarschuwd als er gevaar voor gehoorschade optreedt. Dit is vooralsnog een uniek project in Vlaanderen. Kost ook wat geld, meer bepaald 48.000 euro. En we hebben zes locaties in Limburg geselecteerd waar wij dit proefproject gaan, gaan experimenteren. Daarnaast deelt de provinciale jeugddienst ook dit jaar weer meer dan 100.000 oordopjes uit tijdens vuiven, concerten en festivals.